Vandaag gaan we kijken naar rotatiegeogram. Rotatie heb je een middelpunt nodig. We kiezen het middelpunt A uit. We kiezen een punt. En we gaan roteren om dit punt A hier. Eerst gaan we dus een punt B roteren. Tegen een punt B gaan roteren rond A. Dan gaan we naar de transformatiespunt rotatie met centrum. We kiezen op B en op A. Dan leggen we een hoek maken van 45 graden. Bij A kiezen we 45 graden in tegenwetten. Dat betekent dat B wordt genoteerd over 45 graden. Als we nu gaan uitrekenen en we kijken naar de hoeken. Berekenen per hoeken. Ja. Kun je merken als je B, A, B accent klikt, of B accent B, A, dat je inderdaad een hoek van 45 graden krijgt. Dus die is geroteerd over een hoek van 45 graden. Je kunt ook recht- of lijnstukken roteren. We nemen hier een lijnstuk ja, tussen twee punten, ja, bijvoorbeeld dit lijnstuk hier, C, D. Dan kun je opnieuw roteren. We klikken op roteren, of rotatie. Klikken op het lijnstuk, dan op de rechten, dan op punt A. Dan merk je ook geroteerd. Dus we kiezen opnieuw 45 graden en merk je, die is geroteerd. De controle, als je bijvoorbeeld C, A en C accent berekent, die hoek hier, die is al 45 graden. Dus je klikt op C, A, C accent en dan merk je, je hebt 45 graden. Voor deze zal zelf ook 45 graden zijn. Je kunt ook veelhoeken roteren. We maken een veelhoek. Ja, bijvoorbeeld een driehoek of een vierhoek of een vijfhoek. Daar staan de veelhoeken. Hier staan de veelhoeken. Je maakt een veelhoek, bijvoorbeeld hier een vijfhoek. Dan klik je op rotatie opnieuw. Ja, rotatie, klik op de veelhoek. En dan klik je op A, hoek van 45 graden opnieuw. Als dezelfde hoek, merk je, is geroteerd opnieuw. Als je E neemt en E accent bijvoorbeeld. Als je E en E accent, de hoek berekent tussen E, A en A, E accent. Of met I, dit is bijvoorbeeld, merk je, je hebt ook 45 graden. Dus dat zijn rotaties. Dankjewel, bye bye.